Hilhorst. Terugleggen en inschieten, dat is de bedoeling. Van Olst komt een heel eind. Kop had daar zeker niet meer bij gekund. Het scheelt een half metertje. Hilhorst, geen overtreding. En Hilhorst, die ligt daar nog steeds na dat duel. Als er één speelster is die Peck niet wil missen, dan is het Hilhorst. En aan haar gezichtsuitdrukking en houding te zien, ziet het er niet goed uit. Wordt vervangen door Maxime Benning. Linda Bakker. Pilova. Bakker. Spitsen. Tromp. Geen goede aanname, toch de bal voor Ajax. Sherida Spitsen kan dit natuurlijk als de beste over de grond schieten. Het is een hele grote kans en hij is nog niet voorbij. Van der Biggelaar. Iedereen probeert het. Tromp mag het nog een keer proberen en dan is het Pondus. Zit er wel tussen, maar het is niet voldoende. En dan kan Van Koot de bal steken op Van Olst. En die heeft al vaker uit het vaartje getapt. En nu doet ze het. Ja! Van Olst. Het is dan eindelijk gebeurd voor Maruška Van Olst tegen PSV. Drie kansen die er niet in gingen. Dan was het of steeds door eigen falen of door Sari van Veenendaal. Maar vandaag, op de toekomst, maakt Sari eerst het doelpunt. In de pure energie Eredivisie Vrouwen. Belova. Hoekstra. Geschept door Van de Vecht. En dat wordt gele kaart nummer 3 voor een speelster van PEC Zwolle. Van de Gracht. Haalt verwoestend uit. Heel hard. Een streep. Sabaya onderschept, is nog fris, maar levert dan wel heel makkelijk in. Wil een vrije trap die ze niet krijgt. Wat doet Peck hiermee? Van Olst. Maar die heeft vleugels vandaag. Vindt Blom. Blom met het afstandsschot. Een kop uit naar de goede hoek en heeft hem. Van de Biggelaar, na het uittrap van Pondus, komt er dan de grote kans? Ja, het is een hele grote kans, maar Sabayo kan het beslissende zetje niet geven. Met gevaar voor eigen leven. Verdedigd door Kelly Pruim. Een afvallende bal voor Van Diemen. Tegen Pondus aan. Mon Pondus keept de wedstrijd van haar leven met een vierde belangrijke redding. Verliezen gebeurt Ajax niet zo vaak, zeker niet in de Eredivisie tegen Twente. Op Sportcampus Diekman gebeurde het. En nu lijkt het in eigen huis ook een heel eind te gaan gebeuren. Of Tromp. Oh, wat scheelt het? Wat scheelt het? 5 minuten erbij. Dat is een hoop. En genoeg voor Ajax om nog een doelpunt te maken. En misschien wel 2. Zeker als de kansen worden weggegeven en deze bal maar net overgaat. Van Victoria Pilova. Van de Gracht. Gelegenheidsspits. Hoekstra. Van de Vecht, is dat Hens? Ja, 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 dat is Hens. Maar ja, scheidsrechter wilde niet aan. En dan kan Ajax roepen wat het wil. Dan komt er dus geen penalty. Maar het leek inderdaad een Hensbal te zijn van de linksback van PEC Zwolle. Pilova, doorkoppen van der Gracht, die komt in botsing met haar tegenstander. Beide hebben pijn. Ajax speelt natuurlijk door, want dit wordt de laatste kans voor Linda Bakker. En het is weer Mon Pondus. Nog een keer Pondus misschien? Nee, want hier is ze niet nodig. Als Hoekstra nog een keer uit kan halen, wat een knotsgekke slotfase. En het is voorbij. Ajax verliest voor het eerst in de Eredivisie dit seizoen een thuiswedstrijd. Kreeg nog een ultieme kans, maar het kon vandaag niet opboksen tegen de vaak boksende handen van Mon Pondus.